5G, the Internet of Things, Artificial Intelligence. Dagelijks horen we hoe deze digitale infrastructuur ons leven makkelijker, leuker en efficiënter gaat maken. De toekomstige samenleving wordt hyperconnected en dankzij de verstikkende lappendeken van overal cameratoezicht, zogenaamd nog beter beschermd tegen terrorisme. Overheden en multinationals zien vooral big bucks en duiken over elkaar heen als het gaat over de miljarden investeringen. Alles doen ze eraan ons te laten geloven dat deze nieuwe religie van algoritmes en big data de mensheid gaat redden. Dat dit ten koste gaat van de gezondheid, privacy en veiligheid van het individu blijft echter onbesproken. Men hangt aan de lippen van early adapters, tech talking heads en de late night talkshows schotelen ons hippe maloten voor die zich vrijwillig laten chippen. Je weet wel, zodat ze hun auto en huis makkelijker kunnen openen. WeAreChange.nl schijnt daarom haar licht op de impact van deze digitale online infrastructuur met onder andere... In 2016 hadden we 40.000 centmasten in Nederland. Nou, dat is een heel erg hoog. Ja, het is denk ik toch ook commercieel minder interessant om met dat ethisch kader bezig te zijn. De reputatie op dit moment in feite belangrijker is dan de inhoud die iemand te bieden heeft. This inverted artificial-like intelligence to take everything over, including humans. We're creating an artificially intelligent psychopath who will judge everybody by its economic value and we're handing control of our lives over to it. Woon ook de première bij op zondagmiddag 4 maart, Ed Worm, Rotterdam. Of haak aan bij de Tour door Nederland, onder andere in Amsterdam, Den Helder, Utrecht, Groningen en Breda. Hashtag Be The Change, like en deel deze video, kom langs en praat mee of doneer en draag bij aan de totstandkoming van deze docu.